Dames en heren, we zijn nog steeds volle bak onderweg met match day 14 van Proximus E-Pro League. En we reizen vandaag af naar Le Canonnier, waar Excelsior Mouscron zijn wedstrijden speelt. En dat betekent dat we Anthony Rocchetti in actie gaan zien. Een spectaculaire speler, potentiële top 6 kandidaat door ons allen genoemd al voor het seizoen. Tot nu toe weet hij dat net niet helemaal waar te maken. Hij gaat het opnemen tegen Raphaël Haquin van Sint-Truiden. Mijn naam is René Treur en naast mij zit weer Castiop. Ja, goeiedag, Kasper Schwilski, inderdaad. En ja, we gaan een spannende wedstrijd zien, denk ik. Beide ploegen die zeer hard aan elkaar gehecht zijn. Mouscron die op de 9e positie staat, SCVV die daar op de 10e positie bengelt. Met allebei evenveel punten. Mouscron die dan weer 28 keer kan scoren, Sint-Truiden maar 25. En ook ja, de verdediging zit iets beter bij Mouscron. 23 doelpunten tegengekregen, waar SCVV 27 keer een doelpunt heeft moeten slikken. Maar kijk, het is de voorlaatste wedstrijd. Ik denk dat het wel eens zeer spannend zou kunnen worden in deze wedstrijd. Ja, zeker. Want het is nu aanhaken of afhaken. Een verliespartij vandaag maakt dat hun dromen in duigen vallen. En als ze vandaag winnen, dan hebben ze gewoon nog alle kans op een top 6 notering. Dat geldt eigenlijk voor beide spelers. Want je zei het al, 9e en 10e plaats op de ranglijst. Hè? Allebei 17 punten. En dan gaan we van start met Mouscron in balbezit. En meteen Anthony Rocchetti volop de aanval, zoals we van hem gewend zijn. Ja, wat we ook van hem gewend zijn, is dat hij altijd zeer veel partijen wint. In de Proximus E-Pro League is het wisselend. Afgelopen 2 wedstrijden verloren. Daarvoor een gelijkspel tegen zowel Bobo als Sli Campana van Genk en Charleroi dus. En daarvoor nog een verliespartij van Kevin Langnet. Waardoor hij eigenlijk buiten de top 6 is gezakt. Want daarvoor had hij 4 winstpartijen op rij. Waarmee hij gewoon lekker in de top 6 bivakkeerde. Maar hij heeft het eigenlijk de laatste tijd met name uit handen gegeven. Dus wat dat betreft moet hij het vandaag weer gaan omkeren. Gaat het lukken? Want Raphaël Haquin heeft de eerste grote kans. En Haquin die krijgt hem niet langs de doelman. Wel een ronde door, maar het schot dat wordt genoeg gestopt om een verdediger redding te laten brengen. Meteen aan de andere kant van het veld, Anthony Rocchetti van Excelsior Mouscron. Ruimte voor het schot, jazeker, maar wauw. Ja, dat schot zou ik ook wel eens kunnen schieten. Dat is een zeer mooie snelle aanval, maar ja, dat schot dat zegt nergens op. In ieder geval, we nog maar 7 minuten gespeeld hebben we al 2 snelle acties gezien. Dus het belooft echt wel een spektakel te worden. Hier STBW die weer staande bal komt, hier en daar tussen de mannen doorspeelt. Kan daar wel in de buurt bij een mooi voorzetje komen, wordt daar in het midden gepaast. Een 16 kan niet tot schot komen. Nee, die paas gaat er niet door. Goed verdedigd door Mouscron. En de bal die blijft wel op een gevaarlijke zone, maar wordt dan weer weggetrapt. Dus ja, gevaar is weg. En op naar een volgende kans voor Mouscron deze keer. Ja, absoluut. We zijn afgereisd naar de provincie Henegouwen. En hier in Mouscron wonen 58.000 mensen. 11.000 daarvan zitten hier op de tribunes van Le Canonnier. U ziet het helemaal volgepakt voor natuurlijk een belangrijke wedstrijd voor beide spelers. Haquin niet heel veel beter in vorm trouwens dan Mouscron, want die verloren 3 van hun laatste 4 wedstrijden. Die winstpartij was wel lekker hoor. Dat was 5-1 tegen Waasland Beveren van Matthias van der Winkel. 2 matchdays geleden. Maar Mouscron gaat hier op zoek naar de openingstreffer. Ook dit is een afzwaaier. Ook dit wordt een doeltrap. Nee, sorry. Er zat een verdediger tussen blijkbaar. Mijn ogen. Die worden wat ouder, Kasper. Ja, ik zal in het vervolg met mijn jonge ogen er beter op letten of het nu een corner of een doeltrap is. Maar weer een mooi schot tegen de dekkel of tegen de paal. Mijn ogen deden het ook even gezien. Ik heb het niet gezien. Maar ondertussen weer. Ja, kijk, ik ga nogmaals zeggen, maar 16 minuten gespeeld. Maar dit is echt wel een zeer actievolle wedstrijd, hoor. Ja, openingsfase in het eerste kwartier is met actie met name vanuit Sint-Truiden, maar ook Mouscron dat een aantal keer gevaarlijk voor de goal komt. Wat dat betreft heb ik nog geen idee wie deze wedstrijd de beste papieren heeft. Want ze doen allebei een duit in het zakje, om het zo maar even te zeggen. Hier dan een knokpartij op het middenveld. Uiteindelijk Mouscron op de rand van buitenspel, diep gestoken. Maar inderdaad, dat wordt afgevlacht vanwege buitenspel. Dus Haquin mag rustig opgelucht ademhalen en de bal weer in het spel brengen. Ja, je zegt op papier zijn ze zowat hetzelfde aan elkaar gewaagd. Ja, dat is het ook. Met niet alleen evenveel punten hebben ze ook wel werkelijk waar evenveel wedstrijden gewonnen, verloren en gelijk gespeeld. Ja. Zoals ik al zei, Mouscron die iets meer scoort en iets minder doelpunten tegenkrijgt. Maar voor de rest, ja, gelijkwaardige spelers, denk ik. Of tenminste, gelijkwaardig in de competitie gestapt. En hier, SCBW, heel gevaarlijk. Ja, krijgt dan geen fatsoenlijk schot. De bal rolt gewoon in de handen van de keeper. En
gaat Oeskroen hier tegen een snelle counter aanleunen. We zullen te zien. We krijgen een lange bal te zien die recht in de voeten komt. Iets te laat, want de verdediger van SCVV zat ertussen. En nu is het weer de kans voor SCVV om iets moois uit te bouwen. En ziet daar de ruimte. Komt daar eens heel snel in de 16. Kan hij een mooi schotje plaatsen? Nee, paast opzij. En de keeper zit ertussen. Ja, zeer mooie actie. Misschien iets te lang gewacht. Ik zou als ik hem was gewoon veel eerder gewoon niet hebben gepaast, maar gewoon hebben geschoten. Ja, lange hoek inschieten. Ja. De keeper brengt een cruciale redding voor Moes Kroen. Dan wordt de bal toch weer buiten de 16 rondgespeeld door Rafael Hakken. Die steeds beter in het spel komt in de eerste helft. En dan is het misschien duidelijk dat die druk op Anthony Roquette, die toch een grotere naam in de FIFA-wereld, dat die misschien wat zwaar weegt voor hem. En dat Hakken wat meer lekker onbezorgd zijn eigen spel kan spelen. Want de verwachtingen dat hij de top 6 haalt, ja, die zijn er niet. Die druk vanuit de club, die is er niet. Ondanks dat Sint-Truiden er dit seizoen in de Jupiler Pro League erg goed voor staat natuurlijk. Aardig schot hoor. Ja. Niet eens heel ver naast. Grote afstand. Rare zweefbal. Ik weet niet of de keeper die zou hebben kunnen houden. Had erg veel snelheid. Ja, maar moest hij van zo'n afstand hebben gescoord, dan zou het... Zou een beetje een wonder zijn, want ja, het was al sinds een mooie bal. En hier nog eens voor mijn schoen kan het deze keer wel afmaken. En dat doet hij weer net niet. Ongelooflijk. De bal gaat net boven de deklat. Ja, wauw. Ik ga het nogmaals voor de derde keer herhalen. 33 minuten ondertussen gespeeld. En we hebben al zoveel acties gezien. Wat een wedstrijd. Echt het eerste half uur. Spectaculair. Zowel bij de teams aanvallend als verdedigend. En hier moest Kroen, Het is mooi niet op scherp, hè? Alblief. Het vizier niet op scherp vandaag bij Roquette. Dat zijn we niet gewend. Ja, inderdaad. Absoluut. Bizar. Hij heeft één wedstrijd gehad dit seizoen waar hij niet scoorde. Dat was tegen Benjamin Biernaert. Die werd met 0-1 verloren. 3 matchdagen geleden. Ik ben heel benieuwd of Excelsior Moes Kroen het tij kan gaan keren. Anthony Roquette blijft aandringen. Blijft aanvallen creëren. Maar dit is te slordig. Evenals het omspringen met de kansen al te slordig was. 40ste minuut nog altijd 0-0. Sint-Truiden weer in balbezit. Maar dat duurt niet lang, want hij doet dit ermee. Dat is erg slordig. Wow, tussen 2-3 man in. Gewoon weggedraaid en een speler weggestoken. Hele moeilijke hoek, maar hoe krijgt hij hem erin? Ongelooflijk, het past precies. Alle makkelijke kansen maakt Anthony Roquette niet af. En deze prikt hij erin. Het is ongelooflijk. En natuurlijk de kippendans. Die hebben we ook al vaker gezien van Roquette. Wauw, uit die hoek. Keeper staat goed geposteerd in de korte hoek, maar kan er niet aankomen. Perfect in de kruising. Ja, super mooi doelpuntje. Niet alleen goed geschoten, maar ook die laatste actie mooi voorbij gedribbeld en goed gepaast. Gewoon een uitstekende goal. Een van de mooiere goalen, denk ik, die we de afgelopen tijd hebben gezien. Ja, ik was natuurlijk veel speellijn er niet bij, maar het is al sinds een van de mooiste goals die ik heb gezien. Ik weet dat er, ik heb enkele wedstrijden online gekeken, ik weet dat er wel heel veel mooie goals zijn gescoord. Maar dit was toch ook een pretje. Ja, met name ook door die voorbereiding inderdaad, tussen die drie verdedigers, dat die hem daar nog even de dragback en dan perfecte steekpaas. Wauw, waanzinnig. Inderdaad, mooi. Nu ondertussen 45 minuten staat er op de klok. Dus de laatste actie kan wel zwaar gespeeld worden. Want dan krijg je 2 minuten blessure tijd. De laatste actie ziet er nu uit dat hij voor Moes Kroen gaat. En kan hier nog op een magische wijze een 2-0 komen. Daar een tackle. Maar de bal blijft een bal bezitten uiteindelijk weer niet. En zo wordt het afgefloten en gaan we op naar de tweede helft. Ja, echt spectaculaire eerste helft. Beide teams zeer aanvallend. Zeer veel mooie kansen. Moes Kroen die aan het langste eind trekt voor in de eerste helft. En met een 1-0 voorsprong opgaat naar de tweede helft. Ja, absoluut. Er gaan geen aanpassingen plaatsvinden. En inderdaad op magische wijze die 2-0. Ja, die komt er niet. Want Sint-Truiden zei Expelliarmus. En sterker nog, die gaan hier goed van start in de tweede helft. Met een aardige steekpaas. Maar daar kan hij de doodsteek niet uitdelen. Of doodsteek, de gelijkmaker zou dat zijn natuurlijk. Hè. Laten we niet te hard van stapel lopen. Rafael Hakken op een achterstand tegen Anthony Roquette. Heel benieuwd wat de Rego kan brengen vandaag. Kan hij deze voorsprong vasthouden? Hij is wat slordig in het benutten van zijn kans. Anders had het 2 of 3-0 gestaan. Tegelijkertijd heeft hij niet heel veel grote kansen weggegeven. Hakken werd 2 keer gevaarlijke voor de doelman te komen, iets minder dan Roquette. Ook hij wist die kansen niet te benutten. En Roquette levert hier heel slordig in. Nou, inderdaad. SCWW hier met een heel mooie lange steekpas. Gaat het wel iets, kan het iets worden? Dat is natuurlijk de vraag. Probeert er voorbij te dribbelen, maar de verdediging van misschien zit ertussen. En zo gaat de bal weer naar de andere kant. Weer met een mooie lange steekpas. Het gaat heel snel. Echt om de seconde een aanval. Ja, een slordige pas die dan net aankomt en kan hier een schot komen. Dit is een zeer mooie positie hoor. Wordt weggepaast. Zoekt de ruimte voor een betere plaats om te schieten. Ja,
Goed. Basis vliegen in het rond en uiteindelijk wordt het balbezit verloren en gaat de bal weer naar STVV. Ja, STVV dat de skill move van Anthony Roquette ziet mislukken en die er dan vlakbij is om dat af te straffen, krijgt hij met een gelukje bijna nog de bal mee in een 1-2 situatie, maar dat lukt niet. En dan zijn het de verdedigers die redding brengen voor Royal Excelsior Mouscron. Dat hier in de... Oh, ook een gelukje. De bal toch maar weer meegekregen. Goede steekpaas. Daar is de ruimte. Komt er een hoge voorzet of de lage? Nee. Geen van beide. Want de verdediging van Sint-Truiden, de Canaries, brengen redding hier in deze uitwedstrijd. Ja, het is natuurlijk Excelsior Mouscron dat ook al een prof e-sporter onder contract heeft. Oh, kijk eens even. Kijk eens even, Anthony Roquette, zo kennen we hem weer. Zorgvuldig omspringen met die kansen, mooi inschieten. En ook hij heeft zijn trademark celebration, de kippendans. Of de René Treur, zoals Chris Wobben hem noemt. Aangezien ik dat graag nadoe hier in de studio. Ja, inderdaad, ja, heel mooi schot. Je zag ook dat Rego of Rigo, ik weet eigenlijk niet hoe je het moet uitspreken. Rego, dat is het Italiaanse woord voor steen. Ja, voor steen, dus zo is ja. Het mij, want dat was wel, een steenharde knal. The Rock, Roquette. Ja, je zag in ieder geval dat hem blij was. En, die 2-0 voorsprong, dat doet hem goed. Want met 2-0 sta je redelijk stevig in je schoenen. Het kan natuurlijk altijd veranderen, maar met 62 minuten gespeeld te hebben, komen we toch aan stilaan de slotfase van de wedstrijd. Dus als er iets moet gebeuren, dan moet het nu stilaan beginnen voor SCWW. Moet het tempo een beetje hoger worden opgezet, nog hoger, want het tempo in deze wedstrijd ligt echt ontzettend hoog. Ja. We zullen zien wat er nog van kan worden. Ja, ik ben benieuwd. Roquette lijkt eindelijk weer een beetje in vorm te komen, Rego. Hij heeft 2 goals gemaakt, hadden er meer kunnen zijn, maar dat hoeft niet. Want tot nu toe heeft hij Rafael Haken, zoals gezegd, niet veel grote kansen gelaten. En de tactiekwisselingen bij Truiden, u ziet het gebeuren, dames en heren. Hoe zou ik dit omschrijven? 4-4-2 of 4-2-4? 4-4-2 is het eerlijk gezegd, met 2 middenvelders die gewoon een klein beetje een meer verdedigende rol hebben, ja. Maar ik denk dat het wel een 4-4-2 is. In ieder geval, we zijn terug begonnen. De tactische wijzigingen zijn gewijzigd en de bal is voor Mouscron. Dus zien of ze hier zomaar meteen terug naar die break een 3-0 kunnen maken. Dat is natuurlijk de vraag. Ja. Heeft heel veel ruimte voor een voorzet. De verdediger van SCVV pakt wel makkelijk op met de borst en zo gaat de bal weer de andere kant op. Maar SCVV heeft hier zeer weinig ruimte en Mouscron zit daar weer tussen en is op zoek naar weer een actie. Dus heel veel ruimte langs de zijlijn, wordt niet gebruikt, gaat door het midden. Dat is wel redelijk opvallend. Zo. Een zeer verre trap, heel optimistisch gezien. Maar ja, kijk, als de keeper niet klaar staat, dan kon het wel een doelpunt zijn, maar helaas. Ja, zeker. Die kon er maar één handje aan krijgen. Ook moest zelfs een Neymar-rolletje doen daarna om niet de benen te breken. Kijk eens even, Sint-Truiden dan in de aanval. Eerste aanval zojuist na de tactiekwijziging wist niet het gevaar te brengen, maar nu lijkt dat wel te komen. Ja, manual keeping, maar dat gaat fout. En dan is het Roquette die te veel gefocust is op zijn keeper, waardoor zijn verdedigers eigenlijk niet meer doen wat ze zouden moeten doen. Ja, je ziet het hier naar de korte hoek bewogen, maar dan komt er de voorzet in plaats van het schot. En dan weet je eigenlijk dat het klaar is. Dan wordt het heel goed afgestraft door Rafael Haken. En dat is al eerder aangestipt door Abdullah en Brian. De manual keeping van Roquette is wat hem steeds tegen doelpunten oplevert. Want hij beweegt hem steeds te snel naar de eerste paal. Ja, ik dacht eventjes dat het nog mis zou gaan bij die laatste paas. Maar hij zat er nog in. Maar je zegt dus dat de doelpuntbewegingen van Rafael redelijk slecht zijn. Of beter gezegd van Roquette. Ja. Kijk eens even. Ja, schoten zijn prima. Maar hoe hij zijn doelman beweegt, dat levert vaak tegendoelpunten op. Dat is iets dat we in de laatste 6 matchdagen minimaal 5 keer hebben gezien. Oh, wat een heerlijke goal dan. Daarmee maakt hij dat foutje dan weer goed. Daarmee maakt hij dat zijn... de vogeltjesdans. Tuurlijk. Daarmee maakt hij dat zijn doelman foutje onbestraft lijkt te blijven. Want met 3-1 voor, nog een kwartier te spelen. Zie jij dit nog misgaan? Nee, ik denk niet dat het nog mis kan gaan nu. Natuurlijk, zoals ik altijd zeg, alles kan gebeuren in FIFA. Ja. Maar met nog 13 minuten te spelen lijkt het me zeer sterk als Roquette deze winst uit handen zou geven. Nu goed, hij staat 3-1 voor. Er kan weliswaar ook een 4-1 van komen, wie weet. Want Mouscron blijft aan de bal. Ik denk dat hij ook gewoon nu op een heel goede vibe zit. Zeer sterk in zijn schoenen, dus... De winst gaat niet uit handen gegeven worden. Het gaat eerder nog een grotere voorsprong worden, als ik het zo bezie.
Absoluut. Sambu twee keer op het scorebord. Scoort in de Proximus E-Pro League vaker dan in de Jupiler League. Moes Kroen doet het niet heel waanzinnig goed eigenlijk in de Jupiler Pro League. We staan daar niet top 6. We kunnen dat hier in de Proximus E-Pro League wel gaan halen. Zeker nog, Rocketti doet zichzelf vandaag een fantastische dienst door te winnen van een directe concurrent. Waarmee hij eigenlijk maakt dat Sint-Truiden zijn achtervolging op Moes Kroen moet staken. Tenzij je met een doelpuntensaldo van plus 7, moet ik even rekenen, plus 9 of hoger wordt gewonnen op de laatste speeldag. En Rocketti een verliespartij leidt. Ja, dat lijkt niet waarschijnlijk. Ja, inderdaad. RCWW die daar op 17 punten gaat beleven en daarmee uitgeschakeld is. Of toch niet. Misschien krijgen we nog een heel mooie en heel spectaculaire slotfase. Ja. 3-2 in de 86e minuut. RCWW die daar toch even een kleine kans ziet en die meteen gewoon grijpt met beide handen. Of beide voeten, beter gezegd. Ja, absoluut. En weer een goal van binnen de 16. Weer niet een afstandsschot. Het is zo vaak dat Rafael Haquet probeert via de flanken en dan die strakke lagen voorzetten. En met name tegen Rocketti's goalkeeping wil dat nog wel eens succes opleveren. Maar ja, we zagen hem toch ook eerder in het seizoen al een doelpuntje of 25 maken. Sint-Truiden, Rafael Haquet, die eigenlijk een relatief onbekende was voor de meeste van ons voor dit seizoen. Maar hij heeft inmiddels zijn naam wel gevestigd. Hij speelt zijn wedstrijden goed. Hij doet altijd mee. En natuurlijk, hij heeft er iets meer verloren dan gewonnen. Maar tot nog toe heeft hij een zeer vermakelijk seizoen gespeeld met een paar mooie overwinningen. Met name die 5-3 tegen Genk, tegen Wesley Campana, een aantal speelrondes geleden. Stond hoog genoteerd op de ranglijst van meest vermakelijke matches. Kijk eens even, dit is goed hoor. Het kan nog zeker gaan gebeuren. Doet hij eigenlijk alles goed hier. Rafael Haquet, prachtig voor de mag komen. Gaan we weer een lage voorzet en een goal zien? Nee, ja, ja, dat gaan we zeker. Weer een goal van binnen de 16 voor Haquet. Waar alle drie van Moes Kroen van buiten de 16 werden gescoord. Twee compleet verschillende speelstijlen. Maar vandaag levert het een puntendeling op waar we eigenlijk dachten een kwartier voor tijd dat het gedaan was en dat Rocketti met de winst ervoor doorging. Nee, dat zal niet gaan gebeuren. Beide één punt. En eigenlijk heeft Rafael Haquet daarmee gezorgd dat het voor Rocketti ook nog een waanzinnig lastig karwei wordt om op de laatste speeldag in de top 6 te kruipen. Dat is theoretisch gezien nog mogelijk, maar het wordt steeds moeilijker. Ja, het wordt zeer lastig, want beide ploegen komen dus nu op 18 punten en we moeten hun volgende wedstrijd winnen. En dan wordt het alsnog heel lastig. Ja, dus kijken naar de concurrentie weer. Hè? Dat is eigenlijk het verhaal dat we eigenlijk heel matchday 15 al afsteken. Ja, 14 toch. Over een aantal van de spelers hier. Ja, u ziet het aan de statistiek. Het was een redelijk gelijkopgaande wedstrijd. Iets meer schoten van Moes Kroen. Maar iets meer schoten tussen het kader van Truiden. Meer balbezit voor Moes Kroen, voor Rocketti. Ja, ik denk dat iedereen had kunnen leven met de winst voor Rocketti, maar eigenlijk dat dit ook wel terecht is. Laten we de spelers voor de camera halen en benieuwd wat ze hiervan vinden. Malheureusement, ce beau match nul te condamne à rester hors du top 6. Tu t'y attendais à ne pas te qualifier ou tu voulais vraiment, c'était vraiment un objectif. Vu le calendrier des dernières journées, je m'y attendais un petit peu parce que je rencontrais quand même des adversaires assez forts. Mais je pense que pour une première compétition, je peux être assez fier de moi et je suis quand même content de mon tournoi. Tu prends 2 points sur 12. Sur les 4 derniers matchs, on sent vraiment que comparé au début de la compétition, ton niveau était un petit peu en dessous. Oui, un petit peu. Puis j'ai joué des adversaires un peu plus forts qui avaient plus d'enjeux aussi. Donc eux étaient plus dedans. Et ça a tourné comme ça. Tout de même, tu finis dans le ventre mou de ce classement. Pour, tu l'as dit, un beau tournoi, une belle performance. Oui, je suis quand même content de moi. J'ai appris beaucoup pendant ce tournoi. Et on va essayer de faire mieux la prochaine fois. Quand je mets le 3-1, je me dis, si j'avais fait ça toute la compétition, ben je me serais qualifié facilement, je dirais. Et voilà, je rumine dans ma tête tout seul. Et après, je me prends 3-2 et 3-3 à la fin de match. Ouais, tu parles de l'entièreté de la compétition. Là, pour le top 6, ça va être très dur. Il faut calculer par rapport à Charleroi. Il y a encore une mince chance. Mais on a l'impression que ces play-offs, tu les rates. C'est assez anecdotique, mais lors des premiers matchs du tournoi. Je pense que ouais, c'est exactement ça. En fait, les deux premiers matchs, je passe totalement à côté. Je perds que 2-1, mais c'était des adversaires à ma portée. Et j'ai pas joué mon jeu, en fait. J'ai pas joué à mon niveau habituel. Je me suis un peu loupé sur une grosse partie de la compétition. J'ai enchaîné 4 victoires à un moment et après plus rien ensuite. Donc c'est trop d'irrégularité pour pouvoir espérer se qualifier.